is de dag dat we voor de 10e keer het landelijk voetbaltoernooi van Philadelphia houden. Een supertoernooi waarin teams van Philadelphia bewoners uit heel het land naar hier komen, naar deze gastvrije plek waar we met elkaar het sportieve gevecht aangaan. Wie is dit jaar 2019 het beste voetbalteam van Philadelphia? Dat gaan we meemaken op deze superdag, waar wordt gespeeld, waar wordt gelachen, waar wordt gezongen, waar wordt gedanst, waar plezier is en er ook een paar mensen met de beker naar huis gaan. Kijken naar de deelnemers op de velden is natuurlijk fantastisch leuk. Het is mooi, het is spannend, het is heel sportief. Maar als je ziet en ervaart wat het doet met onze cliënten, dan word je pas echt heel erg blij. En dan ga je ook glimmen en dan ben je trots. Want uiteindelijk gaat het vandaag erom dat iedereen winnaar is. Als je meedoet, dan haal je het beste uit jezelf en laat je zien dat je het kunt. En dat is essentieel en daar gaan we ook voor. Daar staat Philadelphia voor. We staan ervoor om elkaar sterker te maken en het beste uit onszelf te halen. En dat maakt gelukkig en blij. Wat te vertellen over het voetbaltoernooi van Philadelphia, wat ieder jaar in juni, althans de laatste jaren, hier gebeurt in Heerde. Fantastisch leuk om mee te doen. Ik mag al jaren begeleider zijn en ik heb de Snake Boys, dat is echt een topploeg en we hebben ieder jaar een grote lol. Iedereen is een winnaar, iedereen krijgt wel prijzen, de hele dag krijg je een natje en je droogje. Dat is echt een happening hier in Heerde. En ik ben de voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad. Ja, zoals wij elk jaar meedoen aan het voetbaltoernooi van Philadelphia. Altijd heel erg gezellig en leuk. Elkaar even kennen, even een babbeltje. En als je klaar bent, een lekker high five. Ik zou zeggen iedereen, doe lekker volgend jaar mee. En dan zul je het beleven. MUZIEK